Welkom, ik ben Thomas van Arkel, directeur en gastgever van het Planetarium Amsterdam. Ik wil jullie vandaag graag meenemen naar het nieuwe planetarium. Dat is het planetarium met een afneming van alle regels van het RIVM. Lopen jullie even mee? We hebben in alle openbare ruimtes bloktape en wachtstrepen aangebracht om er zo voor te zorgen dat de 1,5 meter gewaarborgd wordt. De collega's van het planetarium zorgen ervoor dat er in alle zalen en in elke opstelling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Zo kunnen wij op een veilige en geoorloofde manier bijeenkomsten faciliteren in verschillende soorten opstellingen. Om ervoor te zorgen dat 1,5 meter gewaarborgd wordt, willen wij u vragen om ten alle tijde rechts aan te houden. Zo voorkomen wij dat onze bezoekers elkaar onnodig kruisen. Wij geven dit op locatie aan met de zin: altijd rechts is always right. Door de gehele locatie hebben wij de looprichting en de route voor u aangegeven door middel van borden. Wij willen u vragen om de aanwijzingen op deze borden op te volgen om zo kruisen en groepsvorming te voorkomen. Om onnodig contact te voorkomen hebben wij bij de receptie een sleutelbord geplaatst. Wij willen u vragen om de sleutel na afloop van de bijeenkomst voor desinfectie in het sleutelbakje te deponeren. Daarnaast bieden wij door de gehele locatie voldoende desinfectiemiddelen en tissues aan. Wij willen u vragen om deze tissues zoveel mogelijk te gebruiken bij niezen, hoesten en openen en sluiten van deuren. Daarnaast worden hand- en contactpunten meerdere keren per dag gereinigd voor uw en onze veiligheid. Wij hebben onze eet- en drinkgelegenheden moeten aanpassen. Zo treft u bij het buffet en bij de koffiecorner ademschotten. En wordt het eten voor u opgeschept door de keukenbrigade. Naast ons gewone buffetten bieden wij ook de mogelijkheid voor lunchpakketten. Het restaurant is zo aangepast dat er maar 2 personen aan 1 tafel worden ingedeeld. En zo kunt u wel gewoon genieten van ons restaurant en van ons zonnige terras. Wij informeren de gasten en medewerkers actief over alle maatregelen die wij hebben genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Meer informatie vindt u op onze website en social media kanalen. Tot slot proberen wij de hygiëne in ons pand nauwlettend in de gaten te houden. Zo hebben we elke dag een meeting hygienic manager aangesteld, die de maatregelen onder de medewerkers moet waarborgen en die de gasten adviseert. U herkent de manager van de dag aan de foto op het bordje bij de entree. Sommige onderdelen in ons bedrijf kunnen net wat anders lopen dan dat u van ons gewend bent. Wij vragen voor begrip voor deze situatie. Nou, wij kijken ernaar uit om u weer te mogen ontvangen en wij hopen u ook. Tot snel!